dat de samenhang en het verband toch duidelijk is. In Rusland waren er afgelopen maand 56% meer sterfgevallen dan in november 2019. Excuseer. De zogenoemde oversterfte is het voor het grootste deel te verklaren door COVID-19. Het virus kostte in november aan meer dan 35... Excuseer, ik ga even over naar het volgende bericht. Afgelopen weekend zijn in het voetbal twee boetes van €750 uitgedeeld op basis van de coronaregels. Het gaat om sancties voor het niet dragen van een mondmasker. Wie de boetes gekregen heeft, is niet bekend. De Pro League, de vereniging van profclubs, is tevreden met het gedrag van de voetballers op de velden. Ze hebben zich goed aan het knuffelverbod gehouden, klinkt het. En sinds het voorbije weekend worden boetes uitgedeeld wanneer spelers of stafleden de coronaregels overtreden. Vanavond en vannacht meestal droog, minima rond het vriespunt. Er is kans op lokale ijsplekken en mogelijk gladde wegen. In het zuiden vallen er sneeuwbuien. Tegen de ochtend ook enkele buien aan zee. Morgen wisselvallig weer. Met buien die winters kunnen zijn en maxima rond 4 graden. We begonnen dit nieuws nog eens met de start van de vaccinatiecampagne in ons land. Bijna 300 mensen hebben vandaag een spuitje tegen corona gekregen. Al het nieuws over de eerste vaccins staat op onze app van VRT Nieuws.